Het is weer vrijdagavond. Uw televisie verandert in een radio. En uw radio verandert in een televisie. Het is tijd voor de Dik voor Mekaar Show. Ja hoor, daar is hij weer. Dat weet ik ook wel, dat hoeft er toch niet elke keer bij dat het een week is, dat weten de mensen ook, van de week is het loopt van vrijdag tot vrijdag. Dan gaan we even, we zitten bommetje, een nokkie, en wat zit er weer, een grote boodschap. Hi Dick. Hoe is het? Ik heb de annonce nog niet eens afgemaakt of er is alweer Hey Dick. Ik begrijp dat niet. Ik ken een raadsel. Een raadsel? Ja. Kunnen we daar nou niet even mee wachten? Het is een heel erg leuk raadsel, maar je hebt er pen en papier voor nodig. Oh, het komt nog niet? Nee, het komt nog niet, maar ik kondig het vast aan. Oh, gelukkig. Ja. Misschien vergeet je het wel. Gaan we gewoon beginnen met... Nee, er wordt geklopt. Dat is ook iedere uitzending weer. Ja, kom nou maar binnen. Goedemorgen. Ik heb al een pijn in mijn schoenen een beetje. Ja, zeker, Ik heb hier al direct een heel leuk raadsel. Oh, Toos! Ja! Meneer de Groot heeft zo meteen een leuk raadsel. Ja, en je hebt een pen en papier voor nodig. Oh, dan pak ik gelijk vast mijn pen en mijn papier in mijn tasje. Wacht even, dan moet ik even zoeken. Mensen, wacht nou even, laten we er even... Er wordt weer geklopt, Dick. Goedemorgen, mensen! Ja, luister eens, wees, is er een zeehondje naar binnen geglipt? Nee, niet gezien, Wil. Oh, ik hoor hem, waar is hij? Daar zit hij! Wat is die schattig, hè? Ik vind het zo vervelend dat gedoe met die zeehondjes iedere keer. Het is ook zo'n anti-reclame. Zeg, ome Joop, ik heb een leuk raadsel. Oh, nou, daar heb ik geen enkele belangstelling voor, mensen, van die blauwe gul. Want ik heb liever dat die vragenrubriek van mij nou eens een keer aan de beurt komt. Dan ben ik weer van Jan met de korte achterlul hier naartoe gekomen. Ja, natuurlijk. En is er goed de bout gaan zitten hangelen thuis. We gaan gauw beginnen met het programma, dames en heren. Nou, ik heb altijd wat tijd voor een raadseltje. Gaan we nu het raadseltje doen? Ik heb het hier staan. Oh, ik dacht dat we even op Harry wachten. Komt die ook uit? Ja, Harry, dan ben ik ook binnen. Ja, blijf je wel, Harry. Kom maar binnen. Daar is de koning. Lekker. Nou, even snel, Harry. Gooi die rommel neer, dan hebben we dat gehad. Hij gooit het op het zeehondje. Wat zielig. Kijk, hij zit helemaal onder de koffie, het zeehondje. Ik moet wel even met mijn zakdoekje schoonmaken. Wat een rommeltje, mensen. Maar dan gaat ook iets programma. Ik had dus een raadsel. Harry, ik heb een raadsel. Oh, wat leuk, een raadsel. Er staat een bus, die staat aan het beginpunt. Voor de deur? Nee, aan het beginpunt van de lijn. Oh, een bus. Oh, we moeten opschrijven. Een autobus. Vier mensen stappen erin. Vier mensen stappen erin, ja. Dan gaat die bus rijden. Even wachten, de groot niet zo snel. De bus gaat rijden, ze stappen erin. Ja. Oké, mensen, zitten ze voorin of achterin? Ze zitten gewoon in die bus. Bij de eerste halte stopt de bus. En dan stappen er weer drie mensen in en dan gaat er één uit. Drie erin, twee eruit. Wacht even, dan waren er toch vier. Ja. Maar die bus die rijdt dus gewoon weer verder. Bij de volgende halte stappen er vijf mensen in en twee uit. Hè. Vijf mensen weer erin en eruit. Je moet goed opletten. Ik let op de groot. Ik heb alles genoteerd. Waar gaat die bus eigenlijk heen? Is dat belangrijk? Van de Takstraat. Oh, hij gaat er van. Oh, dan is het bus 54. Nee, 46 gaat door de Takstraat. Ja, maar die gaat terug. Die gaat via de rotonde. Mensen, wat maken er uit waar die bus heen gaat? Hij doet een raadsel van niks. Nou, als je naar de Vaarde Takstraat moet, dan moet je toch wel weten welke bus je neemt. Die bus moet je goed opletten, die komt in het centrum. Mag ik even vragen, zijn er misschien ook nog verzoekjes binnengekomen voor mijn imitatie van Piet Paulusma? Nou, ik heb een brief gekregen van iemand die vroeg of jij ook in het land optreedt. Oh ja, treed jij op in het land? Ze kennen me boeken. Oh ja? Ja, dan kom ik binnen en dan zeg ik Oetmoer! Nou,
dat is een lekker optreden, hè. Dan zullen de mensen blijven zijn. Je zal het hebben op de bruiloft. Nou, wij doen ook veel, hè. Wij treden ook samen op. Ja, we worden veel geboekt. Heel veel geboekt. Wat doen jullie dan? Wat hebben jullie dan? Nou, wij doen een zangduo, doen we toch, hè. Oh ja. Een zangduo. Ja, leuk. Hebben we wat, ja, wat zou ik zeggen, wat diepgaande liedjes. Zal ik jou eens even lekker pakken? Zal ik jou eens even van je opvallen? Elke avond uitverkocht. Elke avond uitverkocht. Nou, die bus die komt dus in het centrum. We zitten nog in die bus. Ja. Ik dacht, was ik al lang niet bij die bus. Bij de halte centrum stappen er 7 mensen uit. 7 mensen eruit, mensen weer, ja. En 1 stapt erin. Nou, ik heb gewoon een volle bus. Ja, volle bus klaar. Ze hangen in de hengsels. Maar nou komt de vraag. Oh, nu komt de vraag. Trouwens, de vraag. Ja, de vraag. Wat is de vraag? Hoe heet de chauffeur? Zo'n mop, daar zit je alles op te schrijven. Hoe heet die chauffeur? En uiteindelijk heb je voor niks zitten schrijven. Een soort bananensplit, flauwekul allemaal. Op die manier. Dus de... Ja, maar hoe heet die chauffeur nou? Die heet niet, dat is een grap, Harry. Oh. Maakt niet uit hoe die chauffeur heet. Heet die Henk? Hij heet geen Henk. Guus. Okay. Harry, het maakt niet uit hoe die chauffeur heet, het is een mopje, klaar! Ik kom er wel op. Ja, ga lekker zitten, verschillen. Dan gaan wij intussen eindelijk beginnen met het programma. Want we zitten nokkie bommetje. En het lijkt mij leuk om gelijk te gaan beginnen met de prototypes. Oh, leuk! Van de Piet Konijn. De prototypes! Piet, jammer dat het prototypes zijn. Ja, zeker. We gaan kijken naar Piet Konijn in de serie On the Road. Met de groot, dames en heren. Ja! Goedemiddag, hier zijn we weer. Welkom weer bij Piet Konijn. Laat die vijf zijn in het magazijn. Ja. Alweer heel veel reacties gekregen natuurlijk. Mensen willen allemaal weten hoe het werkt. Het zijn natuurlijk inventions. Ja, ik ben daar jaren mee bezig. Deze ontwikkeling. Ja. Ze willen bijbestellen. Maar ja, er zijn allemaal prototypes. Ze zijn nog niet in de winkel verkrijgbaar. Maar het is even een view on the future, zeg maar. Ja, ja. De toekomst. Ja, ja. Er zijn altijd mensen die willen graag weten van hoe ze eruit zien met een baard. Ik heb een baard. Ja. Maar er zijn ook mensen zonder baard. Hebben u een baard? Nee, u hebt bijvoorbeeld geen baard. En die willen dan graag weten hoe ze eruit zien met een snor en een baard. Ja. Dat je dat moet laten groeien, ja. Ik ben een half jaar verder natuurlijk. Dus wat heb ik gemaakt? Hop, spiegel met een snor en een baard. Oh. Dus dat is geestig. Dus die hou je gewoon voor je gezicht. En dan kun je zelf zien. Ja. Dat staat me wel of dat staat me niet. Ja, werkt dat goed? Ja, wil u hem even kijken hoe die muur staat? Misschien als u hem even... Geef u mij de camera maar even. Ja. Als u hem even voorhoudt. Kijk, dan kan u gewoon zien hoe u eruit ziet met een snor en een baard. Ziet u wel? Ja, ik persoonlijk zou hem niet nemen. Nee, maar goed, dat is mijn idee. Maar goed, dan gaan we weer even verder. Houdt u de camera weer even overnemen. Ja. Want ik heb natuurlijk nog veel meer. Oh, ik heb deze, die moet ik nog even laten zien. Ik heb hier veel van mensen die zeggen, met tandenborstel, dat duurt altijd. S'morgens tandenpoetsen, dan ben je bezig. Hè. Ja. Boven, en dan heb je onder, haast. Hè? Ja. Dus wat heb ik uitgevonden? Tegenbesparing. Tot en met. De dubbele tandenborstel. Gaat er niet, Geert. Dus dat scheelt veel werk, want je bent eerder weg natuurlijk. Dat is interessant om te zien. Maar goed, als u even meeloopt, want ik ben ook bezig met de lumière. Ja. Met het licht, zal ik maar zeggen. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld, dat is heel erg aardig. Meneer Konijn, ik zie hier van de vorige keer nog. Ja, dat is nog een uitvinding van een van de eerste uitzendingen. Ja, ja. Ja, je ziet, je moet ze wel water geven. Ja. Dat is, dat ga je krijgen. Is nader, geen water gegeven, dan hoor je niks van over. Nee. Maar goed, ik was bezig met de lumière. Ja. Kijk, het wordt hier even wat donkerder, maar dat heb ik expres gedaan. Oh. Om even te laten zien hoe het gaat, zal ik maar zeggen, als je je hond uitlaat. Ja. Ik heb hier even een hond. Ja. Dus je loopt, hè, in het donker. Oh, moeilijk. Ja. Moeilijk, je ziet bijna niks, hè? Nee. Je ziet bijna niks, donker straatje, allemaal donker straatje. Dus wat heb ik uitgevonden? Dat is deze lantaarnpaal. Hij staat op wielen, dus je kan hem overal mee naartoe nemen. Ja. En dan ga je met de lantaarnpaal, ga je lopen met de hond, s'avonds laat. Je doet de lantaarnpaal aan tegen de licht. Ja. Ja. Dus je kan ook zien wat de hond doet. Ho, wat doe je daar? En weer verder, begrijp je. En hoe werkt het? Wat werkt? De hond? Nee, de lantaarnpaal. De lantaarnpaal die gaat met een lamp. Dus je hangt hier boven een lamp. Dat werkt, daar komt licht uit. Op batterijen? Nee, dan zit ik hier beneden met een dynamo. Ja. En die wekt stroom op. Ja, dus het is een, die het is veiligheid, hè. Het is voor je eigen veiligheid dat je zo op straat loopt. Ja.
Het ziet er interessant uit, denk ik wel, hè? Maar goed, even, ga even spelen. Wat ook leuk is, even voor de sfeer, voor de gezelligheid, als ik al wacht even. Ik zal even een lichtje maken. Ja, mensen, heel veel mensen die willen een, zal ik zeggen, een kaarsje opsteken voor de gezelligheid. Maar dat is altijd heel gedoe, kaarsje. Ja. Maar moeten we even hier, als u even wil volgen, gaan we even hier naar de kelder. Dat is hier beneden. Oh, ja, daar heb ik wel. Mooi. Kijk, hier beneden heb ik even voor de sfeer heb ik even een kaarsje neergezet. Zie je wel? Het is nou ongezellig. Ja. Ongezellig, geen sfeer. Oh, kijk. Dan heb ik een elektronische verbinding gemaakt met kaarsje hier aan deze schakelaar hier op de muur. Ja. Dus dan kan ik hem heel eenvoudig, dan druk ik op de schakelaar en dan zeg ik aan. Aan. Zie je wel? Ja, ik zie het. En dan doe ik hem, weer uit. Ja. Hop, dan is hij uit. Dan ga ik gewoon met die schakelaar en zeg aan en uit. Hier, dat is heel gezellig, hè, doe je. Ja, je kan zo zeggen, dat is een leuke manier om op deze manier toch een sfeervolle gezelligheid te krijgen, in de, ook in de kelder. Ja. Nou, dat was het weer zo'n beetje, denk ik. Hè. Ik ga er afsluiten, anders wordt het te lang. Dit was weer vanuit het magazijn. Piet Konijn, laat die fijn zijn. Tot volgende week. Ja, maar dat de prototypes zijn allemaal, hè? Heet hij misschien Gerard? Wie? Die chauffeur. Welke chauffeur? Van die bus. Oh, nee, Harry, die heet geen Gerard. Vergeet hem nou eens een mop. Klaar. De leuke mop voor een, dorpsgek, weet je. Dat heb je als het van hem komt. Hey, Dick. Nou, mannen, we gaan verder met ik programma. Ik heb nog een leuk verhaal. Weer een verhaal. Ja. Ik zat van de week in een bus. Oh, wacht, ik pak even mijn potloodje weer. En we zijn... Nee, gaan we weer een raadsel doen? Het is geen raadsel. Oh, het is geen raadsel. Nee, zat... Oh, laat maar, Toos, het is geen raadsel. Oh, gelukkig, jammer. Nee, ik zat van de week in een bus. Weer in een bus, en er zit een man tegenover me, die zit alleen maar zo. Zo recht in mijn gezicht te kijken. Zo, onafgebroken, recht in mijn gezicht te kijken. Ja, die weet niet wat hij zag natuurlijk. Dat heb je toch dagelijks, dat de mensen jou met grote verbazing aankijken? Nou, kijk, dus ik zeg tegen hem, heb ik misschien wat van je aan? Heb ik wat van je? Ja, er loopt iemand rond die dat aan heeft. Nou goed, dat geloof je toch zelf ook niet, heb ik iets van u aan? Nou, hij zegt, nee meneer, maar als ik die snor wegdenk, dan lijkt u precies op mijn schoonmoeder. Maar je hebt toch helemaal geen snor? Nee, maar zijn schoonmoeder wel. Ik heb geen idee. Gaan we schakelen, Frits? Ja, we gaan schakelen. Frits Bom, Frits Bom. Komt hij weer niet? Ja, nou, Frits Bom komt even. We gaan even schakelen met Frits Bom. Dat is toch niet nodig? Dames en heren, Frits Bom, dames en heren. Frits Bom, ja. Wat is het? Klaar voor de eigen jongens, hoor. Ja. Dag, dames en heren. De naam is Frits Bom. Ik heb het u al een aantal keren mogen vertellen wat een geweldig voorrecht het eigenlijk is als je als presentator wordt uitgenodigd om hier te mogen aankondigen. Hallo. Gelukkig dit. Nee, maar als u nou een klein stukje doorrijdt, dan kan ik gewoon de stuntman... Meneer, ik ga niet altijd. Ja, maar ik doe niet anders dan van de stuntman aankondigen. Het duurt 1 minuut. En als u nou een klein stukje doorrijdt... Oh, toch ja. Al. Ik ben heel veel Maar u kunt... Even om de hoek. Een schuurtje. Wat is nou de bedoeling? U kunt toch wel een klein stukje doorrijden met jou. Nou, in ieder geval, terug naar de studio. Hij is wel een beetje Peter Vries! Oh, die vind ik ook zo lekker, Peter. Ja, maar die is ook heel goed, hè? Ja, die vind ik ook goed. Nou. Sinds die Joran-affaire is die overal ter wereld bekend. Ja, over natuurlijk. Iedereen kent Peter Vries als paddenstoel. Noem maar op, overal kennen ze hem. En nou is het leuke, wij hebben materiaal van een fanclubdag. Waar? In Shanghai. In China? Ja. Ach, is hij daar hele... daar geweest? Ja, die fanclub de hele dag met zijn twee grootste fans in een riksja door Shanghai gereden. Ach, met zijn twee fans rondgereden door Shanghai. Daar zijn de opnamen van. Ja, hebben wij daar zijn de opnamen van. Ja. Gaan we er even kijken naar Peter en de Vries. Ja, daar zit hij al. Kijk hem zitten. Ja, wat is dat? Peter en de Vries. Hé, daar gaat hij.
Tweede naam vergeten. Hij wist alleen nog dat het met een R begon. Nee, met een R. De R is altijd een belangrijke letter in onze familie geweest. Wij hebben bijvoorbeeld altijd gewoond in Ermelo. Nee, Ermelo. Nee. Wij aten ook elke dag erwtensoep. En onze hond was een Airedale-terrier. Maar ook in het dagelijks leven is de R een belangrijke letter. Want niet voor niets is de KLM gefusilieerd met de R Frans. En bovendien beginnen alle Nederlandse sprookjes niet voor niets met R was eens. Lekker lopen, hè? En dan kom ik jullie wel weer ophalen als jullie de R kennen zeggen. Begrijp je wel? De R. Nee, de R. Kennen jullie nou niet één woord zeggen met een R? Oh, tuurlijk. Grootzaak. Nou, gaan we gauw verder met het programma. Zijn erg leuk, die Peter de Vries. Heet er niet misschien Simon? Wie? Harry Bunchef. Harry Bunchef, die man, die bus is weg. Die is naar de remise. Die is naar de remise. Hij staat in de stalling. We gaan gauw verder met het programma. Hey Dick. Hey Dick. Ik moet je nog even vertellen van mijn man. Nog even vertellen. Mijn buurman. Even snel. Ja, die heb van de week. Nou, dat vond ik heel buurman. Waarom ga je niet verhuizen? Dat gedoe met die buurman steeds. Dat vond ik heel mooi. Die heeft van de week een cheque uitgeschreven van €3000 aan een liefdadig doel. Oh. Ja. Oh, dat is heel dan kan hij je toch zeker wat van doen. Wat geweldig zeg. €3000 voor goede doel. Ja, daar ook heel erg blij mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. De volgende dag stonden ze al gelijk voor de deur. Om te bedanken natuurlijk. Ja, dat kan me voorstellen. Nee, er stond geen handtekening onder. Er stond geen handtekening onder. Oh, was hij vergeten handtekening onder de cheque te zetten? Nee, was het niet vergeten. Maar waarom had hij dan niet handen getekend? Hij wilde anoniem blijven. Ik heb net gebeld met de remise, maar ze weten niet welke chauffeur het is. Ze hebben er zoveel. Harry, laat dat toch gaan met die chauffeur en die remise en die bus. Die mop is al lang klaar. Hoe heet die dan? Jochem. Jochem? Jochem. Daar snap ik hem. Wat goed gevonden. Oh, die gaan het navertellen. Ja hoor, gaan we lekker navertellen. Onthouden hem. Ja hoor, zet hem op een blok. Mensen, dan gaan wij ertussen. Hey Dick. Ja, het hoogtepunt in het programma is aangenomen. Hoogtepunt? Wat is het dan? Die Gerard Hutserug heb ik uitgenodigd. Nee, niet weer die Gerard. Ja, die dorpscolumnist. Ja, maar daar heb ik niet zo. Wat hoor ik nou? Gerard, kom er maar uit. Hij zit onder het luik. Duw hem maar omhoog. Ik heb het niet los. Je hebt een ene grendel, ja. Ja, ik duw hem nou.
Jet. Gingen we al weg? Nee, ik viel van die stoel af. Ik kom met het luik omhoog. Oh, luik staat vast. Ja, die stoel, die boom staat erop. Van je stoel stond erop. Ja, nee, die ben ik er al? Het zit zo. Dat komt zo. Dat is wel even prettig dat ik er ben, nietwaar? Heb je nog wat meegemaakt van de laat dan maar gaan. Dat komt zo. Je maakt allemaal wel eens wat mee. Iedereen maakt wel eens wat mee. Laatst had ik iets ontzettend meegemaakt. Oh ja? Dat ik loop langs... Ik loop op de gracht. Ja, op de gracht. Tenminste, ik loop niet op de gracht. Ik loop eigenlijk langs de gracht. Oh ja. Ja, op de gracht. Je kan wel op de gracht lopen als die bevroren is. Ja, flink bevroren zijn. Dan kan je niet op de gracht lopen. Dus ik zou zeggen, ik loop langs de gracht. En ik zie op een gegeven moment, zie ik aan de overkant, zie ik mijn vriend Thijs zie ik lopen. Is die, mag ik vragen, is die toevallig buschauffeur? Ja, dat wou ik ook vragen. Is die een buschauffeur? Die Thijs, is dat een buschauffeur? Ja, buschauffeur. Moet ik een buschauffeur? Hij is vertegenwoordiger van zelfmengende menkranen. Menkranen? Daar komen alle twee de kranen lauw water. Dus welke lijn moet je zitten dan? Ik heb 54. Ik ben nu in de war van de naam. Mensen, wat maakt dat nou uit van die buschauffeur? Ik zie hem dus aan de overkant. Zie ik aan de overkant Thijs lopen. Thijs lopen. Hij liep naast zijn fiets. Dat is heel normaal, want hij loopt ook altijd naast zijn schoenen. En ik denk, dat lijkt Thijs wel die er loopt. Maar op het moment dat ik dat denk, denk ik ook, dat kan Thijs niet wezen. Want Thijs is op donderdagmiddag gaat hij altijd naar cursus. Cursus? Hij zit op cursus. Hij zit op een cursus paddenstoelenbank maken bij de Bijenkorf. Hij is een paddofiel. Paddofiel? Ja, paddofiel. Dus kan hij zelf ook niks aan doen. Het is een paddofiel. Dat hebben ze ontdekt bij een inval. Op zijn harde schijf hebben ze allemaal foto's gevonden van hele jonge paddo's. Dat is streng verboden. Dus toen is die moeten vluchten naar Frankrijk. In Frankrijk is hij daar lid geworden van een Franse paddovereniging. Le Petit Champion is die lid geworden toen. Ja, dat is een vereniging. Die gaat op zondagmiddag gaan ze met z'n allen het bos in en maken ze een kring. Wat zingen ze dan? Je suis le champion. Je suis le champion. Je suis le champion. Oh ja, dat is het clublied. Oui. Clublied van de... Is er nog meer nieuws op kunnen wachten? Heel aardige gozer. Maar ik loop dus aan de overkant. En op hetzelfde moment dat ik Thijs zie lopen, zie ik hem dus ook. En dat was wel eigenaardig. Want hij zag mij aan de overkant lopen en ik zag hem over. Dus we zagen elkaar aan de overkant lopen. Dus we lopen alle twee door. We komen elkaar op de brug, komen we elkaar tegen. Wat denk je? Nou, zijn we het geen van tweeën? Dat is heel gek. Net zo gek als dat je zegt, als dat van die ene slak die zegt tegen die andere slak, zal ik je even naar huis brengen. Dat is ook zo raar. Sluit de buik, doe het luik dicht. Oké, dan hebben we dat gehad. Dan kunnen wij intussen, dat is natuurlijk vreselijk leuk, daar zitten we allemaal op te wachten, weer even naar de Bokjes. Deze krijgen we nou weer die bejaardentelevisie. Meneer en mevrouw de Bok, Dat is leuk, de bejaardentelevisie. Deze week een heel bijzondere. Ja, heel bijzonder. Vertel even, want hij is op weg naar een mental coach. Een mental coach? Een mental coach? Wat is een mental coach? Nou, dat is bijvoorbeeld Henny Huisman, heeft ook een mental coach. Die doet hem in bad. Iemand die zegt dat je rust blijft en dat je buitenspanning, een geruststeller, zeg maar. Daar zijn meneer en mevrouw de Bok nu heen. Die zijn er geweest. Interessant. We gaan kijken naar de Bokjes, dames en heren.
Ik heb, voor jou heb ik een afspraak gemaakt bij die, hoe heet hij, bij die Frits Leuning. Oh, die, omdat voor je rug, omdat het zo vast zit, dan kan hij even kijken. Ja, dat want hij heeft al die bekende sterren, heeft hij hier zo, die heeft hij in behandeling. Hij is, hoe heet het, een mental... Goedemiddag, meneer Leuning. Aangenaam. Hoe was het? Heel fijn dat u geen Leuning. Oh, fijn dat u bent. Heel fijn. Luister, het is de moeder. Ik dacht, loop nou toch eens. Ja, maar wacht nou toch eens even voor me. Dag meneer Leuning. Geef niks. Kom dan. Zal ik even volgen? Heel graag, een betere. Ja. Ja. Hou eens vast dan. Voor jou, ik kan nergens meer met te komen. Dat is het probleem. Dus u bent net als de laatste hand. Zo goed? Ja, zo goed. Ja. Okay. Alleen normaal doet iemand altijd zijn jas uit. Hè? Oh! Er blijft er niks van erover. Nee, daarom. Dus ik moet even door de jas heen. Ja. Dan ga ik hier even gewoon mee. Ja. Oh. Ja. Ja. Ik ga het even. Auw! Even doorhappen, Beb. Waar zit het vast bij haar dan? Nou, hier, want ik weet niet. Je voelt hier een... Keihard, hè? Oh, dat voelt. Ja, ja. Nou, wacht even, wacht even. Misschien... Kijk naar wat je hier... Je haar zit nog in je jas. Je hebt helemaal geen spullen. Kom eraf, ga er helemaal niet. Je moet echt schuus van hier helemaal niet naartoe. Dat komt voor haar. Ze is natuurlijk, ja... Ze is helemaal in de war. Dat is het probleem met haar. Toch nog een advies. Luister, let op. Want ook dat hangertje vergeten, dat heeft ook met spanningen te maken. Toch? Ja. Toch? Ja. U moet denken aan Wim. Wie? Wim. Welke Wim? De Wim. De Wim? De W, wat is er nou aan de hand? De I, is dat nou zo erg? En de M, maak je toch niet zo druk? Oh. Wim, dat leer ik al mijn klanten. Wim. Wim. Wat is er aan de hand? Is dat dus erg? Maak je niet zo. Dus ik zou maar zeggen, hij bedoelt als jij bezig bent om de dakschoot schoon te maken, dan jij plettert op een gegeven moment naar beneden, je valt van de ladder af, dan lig je beneden met een gebroken been, dan moet je gewoon aan Wim denken. Dan denk je, wat is er aan de hand? Ja. Is dat nou zo erg? Ja. En wat maakt het mij uit? Wat heb ik, wat is het van en van de, wat maakt het mij uit? Nou, en dan klim je weer de ladder op en dan is er niks aan de hand. Dat is zo bedoeld, weet je? Ah, lichaam. Ja, nee, psychisch. Ja, nou, daar hebben we wel. Kom, we gaan. Dat is een goed advies, daar kunnen we wat mee ook. Ja, hè? Ja. Dat die man een handje terug. Kom maar, weg. Ja, hoor. Ja hoor, bedankt, tot ziens. Bedankt. Ja hoor. Ja, bedenk het aan hoor. Ja hoor, dank u. Ja. De groet aan Wim, hè. De groetjes, hè. Dat is toch oprichting? Ja. Dat Hallo Frans, hier is meneer De Groot. Nou, dan worden er weer heel wat recht op in het bedje gezet. Ja, ja. Oh, de eindje. Ja, natuurlijk. Maar ik heb nog een bijdrage voor, het, voor de koekjes. En die olifant met die koekjes, we doen allemaal. Dat is toch even... Maar ik ga de laatste bundelen, uitzending is zo jammer. Is zo goed. Is Els Verhagen uit de Lelystad. Ja, wat zei die? Het verschil tussen... Hoekje, een olifant. Ja, nou, wat zei je? Een olifant zit minder goed verpakt. Ik kom niet meer bij, Zoals ik al zei, dit was de laatste uitzending, maar dat wilde ik natuurlijk niet. Kees de Wind heb ik ook nog. Kees de Wind heeft het verschil tussen koekje en olifant. Ja, ja, ja. Een koekje speelt geen trompet. Dat is goed. In ieder geval, dit is de laatste uitzending. Maar we zijn er volgende week toch weer, want dan hebben we een speciale kerbouwkoppie. En Jan van Haastrecht, dat gauw. Het gaat ook maar door, dit niet te stoppen. Als er een olifant in het... Ja, nou, dat bedoel ik. We zijn er in ieder geval volgende week. Dan zijn we met een compilatie van de leukste stukjes uit de Dingle Radio. Graag tot volgende week.